De gemeenteraad heeft een nieuwe motie over de werkzaamheden op de Graafse Weg aangenomen. Voordat een definitief besluit wordt genomen, wordt eerst een proef gestart met de versmalling van een deel van de Graafse Weg. Raadslid Delano van Luik, de indiener van de motie, is erg blij met het besluit van de raad en licht toe wat die motie precies inhoudt. Het college wil eerst komen met een voorstel voor een wegaanpassing, zodat daarmee de Graafse Weg op het spoorwegviaduct van vier spoorbanen naar drie terug zou gaan. En dat door de inpassing van die rijweg zou dan meer ruimte komen voor het fietspad. Alleen het probleem wat CDA Nijmegen en Liberaal Nijmegen zagen, is dat daarmee ook op die hele drukke weg dan één rijstrook staduitwaarts minder zou zijn. Wat groot gevolgen zou kunnen krijgen. En hebben daarom een motie ingediend die eigenlijk vroeg om een proefopstelling. Dus eerst een proefperiode om te kijken, werkt het ook wat het college voorstelt? Nou, er waren verschillende reacties. Aanvankelijk waren de coalitiepartijen niet helemaal eens met de motie. Dat zat om een paar punten. En wat wij wilden hebben in de motie eerst was dat die resultaten ter instemming terug zouden komen bij de raad. En de wethouder heeft al gezegd in de onderhandelingen in de schorsing. Heeft gezegd, nou, als je dat schrapt en van voor namaakt, dan kunnen we er allemaal voor zijn. En toen was ook de hele raad zei ook van, nou goed, dan kunnen we daar unaniem voor instemmen. Nou, wat er nu gaat gebeuren, het is na de zomerfeesten te doen. En er moet natuurlijk wel een periode zijn dat er weinig verkeer is waarop de verbouwingen kunnen plaatsvinden. En wat ik begrepen heb is dat de wethouder ook zei, dat kunnen wij in de herfstvakantie, wanneer het ook wat rustiger is, kunnen wij de proefstelling klaarzetten. En dan volgens de resultaten die eruit komen, die worden terug bij de raad gelegd. Ik ben heel blij met het resultaat. Ja, uiteindelijk veel werk gehad aan die motie alsnog. Dat was ook de eerste keer dat ik persoonlijk een motie in mocht dienen, dus dat was wel, of mocht schrijven, dus dat was wel bijzonder. En uiteindelijk toch wel blij met het feit dat de hele raad zich toch in kon vinden en dat iedereen daarom ook op de groen te zien dat de hele gemeenteraad erachter staat dat we samen als raad het beste willen voor de stad. En dat was wel een uiteindelijk kwam het wel uit de raadsvergadering. Dus daar was ik heel blij mee. Ja.